Deze video is opgenomen voor deze twee livestreams. Wauw. Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er zijn. Vandaag, jongens, zijn wij wedergekeerd. En het is lang geleden dat ik in deze server ben geweest. We zijn namelijk in TDA Polis, volgens mij. Maar goed, leuk dat jullie er zijn voordat deze video begint. Even abonneren en even liken. 3000 likes. Maar goed, ja, de laatste keer dat ik hier was, dat ik er ben gekregen... Let's go! Wij liggen zo... Gebrek van YouTube! Oh, een scooter! Ja! Ja, ja, ja! Oh! Hij zegt tegen jullie, hebben zeker geen guns. Waar zijn jullie guns dan? Jullie zijn wel goed, man. Sla elkaar dan, hier. Het gaat echt goed. Het gaat echt op. HD deed er ons best om deze keer. Fingers crossed dat ik beter mijn best ga doen. Toen de tijd was Roofeen nog heel hyped. Dus nu heb ik niks meer om op terug te vallen. Voorzichtig doen. Ik heb geleerd van mijn fouten. Laten we eerst even een nieuw karakter aanmaken, want dit ziet er niet uit. Oké, laten we alles netjes doen. Karakter achtergrondverhaal heeft een mooie baard. Nu moeten we hem wel een beetje laten lijken op mijn daadwerkelijke makkers en plakkers. Oké, jongens. We hebben hem gewoon gerecreëerd. Hij is er. Hij lijkt er echt. Volgens mij is het hem basically gewoon 1-op-1. Ik denk het. I guess so. Dat is tenminste. Ik heb het haar heb ik weer mijn oude haar gedaan. Alleen de broek is een beetje groen. Oeh, dat is wel wat lelijk, de broek. En het t-shirt klopt ook niet helemaal. De outfit klopt nog niet helemaal, maar het gaat om het gezicht, jongens. Nu moeten we even vragen of iemand me op kan halen en dan is het goed. Loser. Hallo. Loser. Loser. Hoe zie jij nou weer precies hetzelfde hier eruit als... Alleen maar mijn broek is hier groen. Hoe kan dat nou weer? Ja, gewoon. Ik goede roleplayer. Ik bedoel rode peper, meneer. Ja, precies. Alleen mijn broek is groen. Dat gaan wij... Dat wil ik even aanpassen. Mijn broek heb je ook gekozen. Ja, weet ik veel. Alleen niet groen toen ik hem kocht. Wie is dat? Wie is dat? Ja, Justin, hou op met toeteren! Justin! Ophouden met toeteren! Je lijkt wel een beetje op Jordi Blanco. Dat ben ik ook. Oh, heet je Jordi Blanco? Ja. Ik heet je bakjes van plakjes. Ja, hoe heet jij hier? Hoe heet je hier? Justin? Zeg maar dat je wel jezelf opa Gerard hebt genoemd. Nee. Ja. Waarom ben ik dan weer knock-out? Ben je knock-out? Oh, nee. Yes, nee. Okay. Oh! Ah, wat doe ik? Help! Ik ben niet gewend aan dit. Ik zat wel bij meneer Blanco achterop. Ik heb Jordi Blanco wel gemist. Ja, ik ook. Je hebt een rookmampje. Hey, stop alsjeblieft met toeteren, jongen. Dan zou ik die toeter in je fucking gezicht. Eén hand omhoog, jongens. Twee handjes. Hey! Yeah. Hey. Ik dagelijks reward, jongens. Wat krijg ik eruit? 1250 euro. Nou, dat vind ik wel prima. Opgelicht. Hoezo? Ik heb 2k gewonnen. Hartstikke plat. Dan ben ik wel echt opgelicht. Zo, je ziet echt precies dezelfde uit. Ja, ik ben 1-op-1. Eén op één dezelfde. Ja. Mooi, hè? Wat Jordi? 3137. Dankjewel, Luca. Verander jij je naam heel gewoon nou op Gerard? Nee, waarom? Dit schort gewoon. Oh! Ah! Meneer! Ja, dan gaan we jou even Opa Gerard outfit geven. Nee, ik wil geen Opa Gerard zijn. Waarom wil je geen Opa Gerard zijn? Ja, rot op, waarom? Kom op. Hé, hey, ik ken jou. Dat is niet waar. Jawel. Nee. Nee, ik ken jou, ik ken jou. Jawel. Ja, ik ken jou wel. Nee, dat is niet waar. Ik heb geen idee waar het over heb. Ja, maar ik heb helemaal geen zin in Gerard. Nu, jij bent Gerard. Nee, rot op. Gadverdamme, wat is deze traag? We gaan gewoon 2 km per uur voor mijn gevoel. En niet harder. Waarom rij je met scooters op de snelweg? Hey, Mancho. Sorry. Hoezo zijn jullie net zo snel? Ik Hoezo zijn jullie net zo snel? Oh, mijn god, grens. Hallo. Jullie zijn echt snel op de scooters, man. What the fuck? Gerard, je bent dik. Kom, wacht ons aan, hoor. Oh. Nee, nee jongen, ik ga naar links. Wacht even. Naar links, naar links. Hoezo zijn jullie zo snel? Scooters. Ja, we zijn tante snel, grap. Dat is echt heel leuk. What the fuck, hallo? Oh, wacht. Is het wie ik denk dat het is? Ja. Nee. Jawel. Ja. Nee. Gast, jullie scooters gaan echt hard, man. Voor de scooters. Ik heb geen idee. We rijden nu 140. Daar, ja, hier, we zijn er. Yeah! Loser! Dit gaat helemaal nergens. Loser! Taaks of lekker met je bezem. Gast, kijk, ik heb niet eens handen. Nee, man. Hij is armen, what the fuck? Hoeveel taken heb je? 50, omdat ik op een plek was waar ik in deed. Loser! Jij bent een loser, maar ik kan je niet slam. Jordi, jongen, met zijn taken. Loser! Hey, dit is normaal, joh. Hey, daar ben ik. Backflip! Mooi outfit, meneer. En kapsel en een mooie baard. Meneer, ik kunt u even afstappen.
Nee. Alsjeblieft. Hier. 10 euro. Zo. Hé, hey, jij ook. We hebben helemaal geen zin in taakstraf. Waar is Jane? Waar is Jane? Hij is een loer. Hij is weg. Hij is ook gewoon weg ineens, met motor en al. Hoe zat er dan? Hoe moet dat? Hier. Ja, hoe gaan we dat doen? Ja, hoe moet dat? Gewoon de stuur naar achter trekken? Ja, dat gaat toch niet zo makkelijk met een sparen. Ik ga laten zien hoe je een salto samen doet. De laatste keer dat we ooit een salto doen. De eerste en de laatste keer. Ja. Let op, hè. Ik ga je het laten zien. Ben je klaar voor? Ja. Salto incoming, salto incoming. Je gaat mis. Ah! Dat is een... Dat was een poging. Stap op. Hoezo val je zo makkelijk? Ja, weet ik toch ook niet. We hebben een aanloop nodig en dan moeten we zo'n vangrailtje pakken. We gaan sowieso dood. Nee, we gaan niet dood. Ik denk, al gaat altijd mis. Nee, altijd als ik zeg vertrouwen, moet je me vertrouwen. Nee! De motor! Nee. Waar is de motor? Heeft hij hem nou gepakt? Ja. De skinhead! Heeft de skinhead nou de motor genakt? Ja, dit is wel moeilijk. Dit vind ik moeilijk om te accepteren. Er zit nog wat daar. Ja, nee, je moet even beter scheppen. Je doet het niet zo goed eigenlijk. Ik ga hopen. De skinhead heeft onze motor genakt. Dat doet. Oh mijn god. Dit is nu onze motor. Nee! Oh, er wordt op me geschoten! Hé, hey, stap op! Er wordt gewoon op me geschoten! Echt? Ja! Er was legit iemand op aan het schieten. Dat zou ik ook doen als ik een wapen had, hoor. Hier! Ik zie echt er gebeurt iets! Nee! Jawel! Nee! Er gebeurt iets! Ja, vast ik heb wel bloed op mijn arm. Ik weet niet van waar het komt, maar volgens mij word ik beschoten. Oh, dit is jouw motor! Ja! Oh, ik dacht dat het bijge motor was. Jullie, mag je terug. Mijn motor is namelijk ook gescoopt en die zag er zo uit. Wat? Hier! Hey. Hier! Huh? Dit bedoel ik! Deze skin heeft mijn motor gestolen! Wat de... Deze skinhead. Oh! Hey, dit is ons nieuwe voertuig. What the fuck? Nee! Oh! Waarom? Justin! Dit is ons nieuwe voertuig. Hoe doe je dat dan? Kan ik er nog mee? Wacht, niet rijden! Dan ga ik dood. Doet hij het nog? Nee! Ah! Oh! Ik ben dood. Nee, je zat in de fik. Oh, ik ben gerevived. Ja! Hallo? Hallo? Wat? Hey! Wat is er gebeurd? Nou, al die... Ik zie het al. Ja, dat. Heb ik de goede persoon eraf gegooid? Ik weet het niet, het was een skinhead die alles veroorzaakte. Nee, je hebt de verkeerde eraf gegooid. Hij heeft Justin eraf gegooid. Oh nee, dan heb je nou de verkeerde gehad. Justin is gewoon letterlijk, die was de dupe hiervan. De mots dacht dat hij degene was die alles inspande. Ik zou Justin fan ben. Yes, sorry. Dankjewel man. Maakt niet uit, kan gebeuren. Nee, dat was puur omdat ik hem zag in een truck. Ja, wij dachten precies zo'n truck. Dat is ons nieuwe vervoer, maar... Deze man moet je bedanken hier. Je moet deze man bedanken. Hier, deze man hier. Oh, dankjewel. Hij was ook de reden dat je weg was, dus het is maar net dat je hem bedankje noemt. Ja, interpretatie of zo, Oh, jezus! Oh! Jezus, kijk hem ook slingeren, hé. Hier. Ze gaan we sneller! Kun je doorheen? Dit helpt met de aerodynamie, ja. Alleen niet op deze snelle manier. Maar je kijkt ook alle kanten op. Ja, hij moet alles in de gaten houden, hè. Wat doe je? Jouw armen, jongen. Je bent echt aan het trippen gewoon. We zien er echt niet uit nu. Ik lijkt me een aanval hebben of zo. Je lijkt echt alsof je een aanval hebt. Mijn armen blijven ook gewoon op dezelfde positie zitten. Maar de rest beweegt. Ja, de rest beweegt wel zelfs door. Je hoofd ook echt, jongen. Ja. Wat mooi. Heb je geen geld voor een auto of zo? Nee, ik sta in de min op mijn bank. Hoezo? Ja, weet ik veel boetes. Uh-oh. Oh nee, de motor ook. Nee. Nog eventjes. Oh nee. Oh! Jezus, gast. Anders rij je met 300 km per uur een afslag af. Oh, je gaat dood. Mogen we je auto lenen? Nee, doe maar. Mogen we hem stelen? Ja. Oké, wacht, kom even naast me staan dan. Als jij uitstapt, dan stelen wij hem, oké? Ja. Doe het op die manier, yes. Helemaal top. Goed. Ja. Top. Yes, okay. Dankjewel voor het stelen van je auto. Ja, doei. Nou, dit was goede roleplay. Zo, wat een auto. Oh nee! Slechtschuf! Snel! Oh, de deur is eruit. Oh my days, wat doet hij? Nee! Ik haal wat mijn leven. Doe je nou? We zijn de deur verloren door jou. Mag wel mee. Hoe? Alles goed. Hoe dan? Kofferbak. Oh nee, het is niet jouw auto dit. Jawel. Hoe heet je? Weet ik niet meer. Weet je wat? Wat? Hoe weet ik niet meer? Hij is hier echt elk moment te sieren. Ja, hij is iets verder. Hij is wel verder. Hij is nu hier om het hoekje. Hier gaat hij zijn. Maar... Hier gaat hij zijn. Misschien loopt achter. Oh mijn god. Nee! Oh! De auto is weg! Nee!
Nee! Oh. Wat doe je ook? Ja, ik was niet aan het opletten, ik keek op zijn scherm. Nee. Oh nee, we hadden hem bijna. Waar, wacht, hij is hier ergens. Hij is hier ergens. Meneer. Hij staat verderop. Oh, pas op! Oh mijn god. Je zat in de sandwich. Oh, pas op voor die vrachtwagen. Meneer! Ja, hij heeft een schort. Ja. Mogen we even vervoer mee, dat we in uw laadklep gaan? Kunt u uw laadklep openen? Ja, zeker. Ja! Ja, we kunnen erin. Ik hoor gewoon gelijk wie dit zijn, hè? Yes, oké. Ik zet even de navigatie. Trouwens, de weg volgen tot je twee van die rode busjes ziet. Ik kan namelijk niet zoveel zien. Ja, ik zie ze hier. Goed. Oh, ja. Nee, laat maar, wacht. Oh, dit vertrouw ik niet. Ja, dit zijn er twee. Ja, kan je eens kijken. De klep open. Top. Ja, dit is een goede locatie. Yeah. Doe je pakkes van plakkes. Joejoe! Dit vond ik echt goed hoe we vervoerd zijn. Weet je waar je naartoe zijn gekomen? Yes. Wij zijn letterlijk in iemands laadkleppen ingestapt van een bus en zijn hier even vervoerd. Hoe dan? Ja, weet niet, maar toen we weggingen zei hij: doei, makkers van plakkers!